Hallo dames en heren, super leuk dat jullie kijken naar mijn gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dan, het is vandaag vrijdag 22 maart 2024. Het is 15 uur en 15 minuten in de middag. Dus dat betekent 3:15 middag. Ik ben namelijk lekker naar buiten gegaan, lekker fietsen. En dan zie ik vanzelf wel wat er gaat gebeuren. Dus ik wens jullie alvast heel veel kijkplezier. Hey, kijk, deze auto heeft een deken over zich heen. Dus wat toevallig, wordt hij goed beschermd tegen het weer. Als er regen is, verschijnen. Hey, die kids, hij zit achter mijn mobiel te spelen. In zijn hand, dat zag ik. En we gaan die kant op. Wel oppassen. Ik moet wel blijven goed opletten. En het is een mooi plekje. En natuurlijk kan je gewoon lekker fietsen. Joehoe! Jeetje, iemand ging uit de deur eventjes roepen van joehoe! En dan was dat klaar. Ook de deur dicht. Hey, kijk, een rode doekje op die blaadjes. Wat raar, zo eenzaam. Verder gaan we kijken. Het is nog mystery. Het is mijn speeltuin als ik hier ben. Want ik zie het al vanaf ver afstand. Kijk, tada! The real one. It's a toys for kids. Daar kunnen ze spelen, zit op schommel en enjoyen. Verder gaan we kijken. Hallo. Oh my god, een tak overleeft. En die, ach. Nou, helemaal onder de... Ik zat naar een tak te kijken. Ineens valt een druppel water in mijn mond. En dat komt door van die druppel vanuit de blaadjes. En belandt in mijn mond. Dat heeft hij knap gedaan. Oh, damn. Dat moest ik spugen dus. Niet te geloven. En het smaakt gewoon naar normaal water. Ik had het niet verwacht. Waarom gebeurt dat elke keer? Wat een klein ongelukje. Bijvoorbeeld druppelen water in mijn mond terecht. Of wat anders. Nou, als ik ga iets doen, dan gebeurt dat. Het is normaal. Het hoort bij leven. Bijvoorbeeld, als je gaat via de trap oplopen, dan denk je van het gaat niks gebeuren, maar uiteindelijk gebeurt het vanzelf dat je uitglijdt van de trap. Dus daar kun je niks aan doen en het hoort bij het leven. Je gaat vallen en dan leer je zelf opstaan. Dat is normaal. Bij kinderen kunnen ze gaan huilen. Als hij valt, dan gaat hij janken natuurlijk. Waarom gebeurt dit? Nou, die kinderen die snappen nog niet, maar als die ouder wordt, dan snappen ze wel pas dat het normale leven het hoort erbij. Dus heel normaal is dat. Yay, wat is dit? Ik zie een geheime locatie ineens. Zo, maar kom op. Mijn voeten zijn verloren. Beetje on control. Een beetje beweegt mijn hand. En toen gaan we verder kijken. Hey, Harry Potter muur. Poink. Nee. En toen zit ik vast. Even kijken. Ik moet weer moonwalk doen. Dus achteruit lopen. Dat is niet leuk. Duurt wel. Misschien ongeveer 5 minuten. En dan ben ik vanaf. Maar het nadeel is. Als ik achteruit lopen. Kunnen we mijn tas tegen de muur. Bij elkaar boksen. Dus dan krijg je crash. Op je tas. Een hele mooie niet. Zo is het. Ik heb een plan B. Ik ga mijn fiets rechtsaf slaan. Dus ik heb geen rijbewijs, maar ik ga proberen. Ja, 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 ja. En aan die kant op. Oeh, la la. Maar dit keer, deze heeft er geen duur. Dus heel jammer. Zo. Even een koek loeren. Er is niemand, dus ik ga me niet inbreken. Ik ga gewoon netjes weg. Mag kijken, maar niks doen. Geen stapje boven en dan ren van je leven. Nee, zo ben ik niet. Ik blijf gewoon lekker netjes voor iedereen. Om te laten zien dat ik niet kunnen cancel worden. Wee! Het jeukt op mijn neus, joh. Een rotte kleine setjes, die vliegen boven de lucht rond. Ik spijt dat ik niet in mijn neus heb terecht. Zag ik daar een vogel? Ja, ik heb hem gezien.
Even koekeloren. Waar ze heen naartoe gaat, is die kant op. Oh, leuk. Voor mij is niks bijzonders. Wat een locatie is niks voor mij. Wow, moeten jullie eens zien. Wat een cool zeg. Te gek. Om te zien in echt is super vet. Zelfs die kan ook. Oh jee. Oh, it's just a kid. Oké, I follow this kid. No, 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 no. Oh shit. Survival, please. I made it. Oké, hier naar de volgende. Ik moet de angst overwinnen. Oké, tractoren. Orde de losse vliegen. Zo, nog een keer. Attractie. De tractor. Gek op de trekker. Het is een te gek. Want ik laat je wel toeren zien, hè. Even kansen pakken. Daar gaat hij. Dit is voor de views. In the real life. Dit is goed. Geen probleem, geen zand in mijn ogen, geen zand in mijn mond dit keer. I did it, survival. Maar wel, mijn fiets voelt heel raar. Ik krijg een raar geluid van muziekjes. Mijn fiets. Ja, ik hoor het wel duidelijk al. Ja, geen idee. Daar ga je tanden en stop! En toen is mijn fiets gestopt. Het is gelukt. Auto mag eerst. Auto's die zijn echt een mooi en gevaarlijk. Ik zal me niet verder achter die lijn. Maar wel van haaitanden. Oeh, ik woon net weg, maar nee. Ik heb al op tijd naar links gekeken. Hey, die zijn nemen risico. Die durft. Als ik achteraan ren, dan was ik plat geweest. Dus ik zal me nooit meer aantrekken. Oké, als ik zei dat dan kan ik ook. Wie? Oh, mijn trap joh. Die geven echt een schokking. No problem. I'll be survival. Kijk, daar is een cowboy. Hoe praat ik eigenlijk? Nou, eigenlijk, ik weet het niet meer. Maar het komt doordat in mijn hoofd is en al zo blijf, enthousiast en zo. Oh my god, rechtsaf, rechtsaf! Oh, gelukkig maar. We gaan een mooie bloesem bekijken. Even je toeren geven aan jullie. En het is een hele prachtige bom met kleurtjes aan die blaadjes. Kijk, dit is een unieke blaadjes. Het is een bloem. Beautiful zeg. Wat een spoor. Holy moly. Hij stopt. Dankjewel, dankjewel. Mijn hart begint rustig. Wow. Hey, kijk, een zonnebloem gevonden. Als de enige die daar eenzaam is. En daar is ook eenzaam zonnebloem. En verder even door fietsen. Wauw. Kijk eens aan, beste kijkers. Dit is de mooiste view van mijn video in mijn vlog 2024. I love this. Natural. We gaan eerst naar die kant op. Even kijken wat daar is. Dus daar gaan we. Heel leuk. Dit plekje is fantastisch. Voor de deur staan. Wow. Het is echt uniek. Even kijken wat er ook komt. Kom op, breng me eens wat geks. Breng me eens wat geks. Oeh. Oh my god. Oké. Hey, kijk nou eens aan wat we daar eens hebben. Ik heb dit nog nooit zoiets gezien. Het is een speciaal plekje. Gaan we kijken hoe de tunnel eruit ziet. Van naar boven naar beneden.
interessant. Er zitten kabels helemaal diep ondergrond. En toen is het klaar. We gaan verder naar die kant op. Oh my god, niet dan. Stomme trap. Please, be survival. Even kijken wat daar is. Ja. Ik ga naar rechtsaf. Oh wow. Er zijn mensen die zijn oppassen voor kinderen. Ze zijn aan het trainen. Gymles buiten. Dus heel leuk is dat. En waarom fietsen we op de stoep eigenlijk? Omdat, ja, niet mijn schuld. Ik ga gewoon op de pad zoeken. Daar is fietspad. Perfect. Beter. Prachtig dit zeg. Ik ben nog nooit linksaf geweest. Dat ga ik nu doen. Daalder. Laten we gaan naartoe. Even kijken wat er op komt. Ik fiets wel scheef, maar dan vind ik mijn fiets leuk en ik niet. Maar ja, kan gebeuren. Hey, dit is een nieuwe locatie. Ik ben hier nog nooit geweest. Wat special zeg. Te gek. Wauw. Het is een andere dimensie. En wat toevallig. Dat is grappig. Ontdekt voor allereerste keer en dat is hier zomaar. Ik zei, huh? Wat is dit nou? Maar het is wel een leuk speeltuin. Kijk, ze hebben ook een basketbal. Dat doe. Zo. Te gek dit. Hier word ik vrolijk van, omdat wat nieuws is. Kijk, hij is eens even kijken in zijn mond. Tas. Zo. Nou, dat was leuk om te zien dat. Maar dat we gaan verder. Wat er komt. Wat ik gezien heb, was een lichaamstaal. Wat hij aan het doen was. Meer niets bijzonders. Hey, kijk. En toen ben ik hier uit. Nou, laten we gaan rechter slaan. En dan is het netjes. Gaan we doen. Wee. Mooie auto's. Dat is leuk genoeg. Oh, oh leuk. Amerikaanse post. Alleen in Amerika hebben dat, maar soms in Nederland hebben ze dat ook hoor. Het is gewoon een kopie. Dat is makkelijk wat je kunt zeggen. Kijk, dat is een bepaalde post. Met bode, ja. Maar ik ben hier nog nooit geweest eerst. Dus ik moet de uitgang vinden eerst. Dat is heel belangrijk. Wow. Hier heb ik nog nooit gezien. Zo. Interessant. Te huur. Nee joh, ik huur niet. Dat is te duur. Te huur is te duur. En dat kost heel veel. Hey, kijk. Toevallig. Oh, wauw. Dit is een doodlopende weg. Ik zie het voor de allereerste keer. Voor fietsers. No way. En ik kan niet oversteken, want dan moet ik over de sloot heen. Ew. Nasty, ouwe. Let's go weg. Jop, chop, chop. Later heb ik een hele rare bijzonder iets gezien. Eerste keer meemaken, maar wacht, je zei wat. Dit is niet de juiste. Je moet wel andere plekjes zoeken. Dus heb je goed opleiding aan. Niet naar de ingang. Wel buiten de ingang. Kijk. Dat is echt juist leuk spelgoed voor hun. Yes, survival. Oké, niet achteruit rijden, anders heb ik boxing. Zo. Dat was echt funny. We gaan verder. Yay! Daar is escape. Nou, fijn dat ik escape ben. Na 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 na. Dat is goed nieuws.
voor mensen die interessant vinden, we gaan altijd even onder lijken en geven deze video een opnieuw bij. Maar, blijf goed uitkijken. De guy heeft voorrang. Hoppakee. Wacht eerst eventje. Waiting until it's on the car. Oké, deze weg. Deze ook weg. Dus daarna ben ik aan de beurt. Oh, oh, hey. Oké, here I go. Woo, I did it. Opgelucht, geen gas. Just a slower drive with the car. I did it. Het is gelukt, survival. En dan geen gewond. Mijn zijn getraind. Yes. Oh, ik ben blij dat dit goed gewoon werkt vandaag hoor. Een nieuwe locatie ontdekt. En dan, ja. Klein ongelukje is niet erg hoor. Geen gewond dus. Survival is better. Wow. Let's go back. Beste mensen, dit was het einde van fietsvlog survival mode. En ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. De volgende keer zie ik vanzelf wel wat er verder gaat gebeuren. Dus like, abonneer op mij en tot de volgende keer. Hè? Nou, later. Oh.